genoten u ervan om dit avondje uit eens te beginnen met een ontspannende schoonheidsbehandeling? Oeh, klinkt goed. Ik wil iets dat chique deftigheid uitstraalt, maar ook levensloosheid, als je begrijpt wat ik bedoel. Fantastisch! Was het verschil? Helemaal niets. Dat is het hem juist. Zeg maar gewoon dat ze er goed uitziet. Ziet er goed uit, schat! Wat dacht u beiden van een lekker lavabadje? Dat brandt zo lekker die dode huidcelletjes weg. Oké. Maar dan zie ik er straks nog wel even mooi en doods uit, toch? Dat. Uw beurt, ouwe Frank. Wat dacht u van een uitgebreide massage om u te ontspannen? Ik weet het niet meer, Vis. Ik kreeg speciaal voor vanavond deze armen van Younes. Waarschijnlijk heeft ze ze opgegraven uit het graf van Genghis Khan. Oh, dat verklaart de geur. Lekker, hè? Maar als er iets mee gebeurt, dan doet ze me wat. En dat bedoel ik niet romantisch. Oké, dan slaan we de armen over. Thelma zal heel goed voor u zorgen. Ontspan nou maar. Laat u meevoeren door de rustgevende achtergrondgeluiden. Oh, wat ontspannend. Ha! Ik zei toch dat het ontspannend was. Wauw, Mavis had gelijk. Wat voel ik me goed. Bijna gewichtloos. Oh ja! Ah, dat had ik toch beloofd. Deze nacht zul je nooit vergeten. Mavis, waar is mijn lichaam?